weekend van oktober. En dan is het stevast op de markt in Hardenberg. Hardenberg proeft. We gaan hier een kijkje nemen en ik spreek even met een van de organisatoren. Margree Hans. Hallo Margree. Hallo, welkom. Dankjewel. Vertel eens wat over Hardenberg proeft. Nou, voor het zesde jaar mogen we het eerste weekend van oktober, daar houden we elkaar vast, want ja, het stralende weer spreekt voor zich. Proberen we de inwoners en de ruime omgeving van Hardenberg kennis te laten maken met culinair Hardenberg. Met een dertigtal bedrijven presenteren we ons in mooie pagode tenten, een mooi ruim opgezet terras. En elk jaar proberen we toch weer wat op te graden. Zoals dit jaar ook vanuit elke stand wordt er wijn geschonken om lange rijen te voorkomen en een wijntje lekker bij je gerechtje te kunnen serveren. En dit jaar ook met ondersteuning van het Alfa College. En Margree, waarom hebben jullie dit in het leven geroepen? Ja, zeven jaar geleden, dan borrelt er ergens een idee en dan zit je eens met een collega-ondernemer, horeca-ondernemer en toen hebben we doorgepakt. En toen zijn we begonnen en we hadden gelijk 20 bedrijven die meededen. Ja, en Margree, eerst was het één dag en nu zijn het er twee? Ja, we hebben vorig jaar, omdat we ons eerste lustrum hadden, vonden we het de gelegenheid, omdat de vraag gewoon heel groot was van waarom duurt het niet twee dagen? Nou, dat was natuurlijk best wel eventjes spannend, maar in Hardenberg op zondag iets organiseren. Maar het lustrum gaf de goede reden om het daaraan op te hangen. Ja, en vanwege het succes was er geen twijfel of we dit jaar ook twee dagen gingen doen. Dat is gelukt. Dat is toch best wel bijzonder om op zondag iets te kunnen organiseren in deze stad? Ja, eigenlijk best wel bijzonder. En aan de andere kant wordt het ook zo breed gedragen. Ook met de gelovige mensen hier in de gemeenschap hebben we gemerkt dat het heel goed gewaardeerd wordt. En het belemmert niet de kerkgang. Je kunt en naar de kerk gaan en 's middags gewoon heel lekker met je familie bezig zijn en lekker genieten. Nou, Margree, dat biedt perspectieven voor de toekomst? Ja, zeker. Daar zijn we van overtuigd. Okay. We doen met elkaar ons best. Ja. Ja. Ik wens je nog heel veel succes de komende dagen. En het is nu eigenlijk al een succes. Ja, zeker. Er lopen al heel veel mensen weer en het zonnetje straalt. Alle bedrijven zijn mooi aangekleed, dus we gaan ervoor. Hallo Gerwin, hoe is het met je? Ja, heel erg goed. Ja, wat gebeurt er vandaag op de markt in Hardenberg? Hardenberg proeft. Alle restaurants zijn aanwezig, goed vertegenwoordigd. Nieuwe opzet gekozen, overal wijntjes drinken, lekkere gerechten. Nou ben jij van Brasserie de Markt aan de markt. Wat hebben jullie voor speciaals in jullie mooie pagode tent? Wat hebben wij voor speciaals? Dan roep ik Jelle erbij. Jelle, kom eens even. Vertel eens, wat hebben jullie van de bistro, de markt, voor speciaals in de aanbieding vandaag? We hebben een romige mosterdsoep van Zwolse mosterd met brie of spekjes. En we hebben een sucade, maar op korte wijze. Dus dan hebben we het vet eruit gesneden. En dan kun je het bakken op, als biefstuk. We hebben het gegaat eerst in de steamer op 58 graden, zodat het vet een beetje wegsmelt. Okay. En wat denk je? Zullen de bezoekers hier op de markt vandaag daarvan gaan smullen? Ik denk het wel. En waarom heb je hiervoor gekozen? Het is wat anders. Okay. Dus een beetje apart. Vind je het leuk om hier vandaag aan de slag te zijn? Ja. Okay. Ja, ja, het is mooi weer en het is een mooie opstelling. Alles is iedereen die lacht en zat zich gezellig. Ga ik nog weer even terug naar Gerwin, dankjewel. Ja. Gerwin, hoeveel ondernemers uit de horecabranche zijn vandaag aanwezig? Nu ga ik snel uit mijn hoofd doen. De horeca, we zijn in totaal met 28 bedrijven. En er zitten dan een paar wijnbedrijven bij. Dus ik denk 24 horecabedrijven die er aanwezig zijn. 24, 25. Wat ziet dat er hier allemaal heerlijk uit, Andries? Wat maak je allemaal vandaag? We hebben hier een stukje diamanthaas. Hebben we helemaal met Argentijnse kruiden. Hebben we hem even lekker gemarineerd. Een stukje sperrip, een kippensauteetje. Met wat de sperrip doen met chili con carne. Aardappeltje bij de diamanthaas. En ik heb nog een stukje salm, maar die komt zo meteen erop. En dan hebben we nog kleine mini lumbiaatjes bij. En
pasta met kruiden roomsaus. Dat is echt een lekkere combinatie. En we hebben vandaag natuurlijk een beetje een primeur voor onze whiskyclub. Want we hebben de Glenmorangie, de Peter. Ik zal hem even bijpakken. Want... En ben jij zijn inspiratiebron? Ja. Ja? Met alles. Ja? Ja. Heb je hem hier weer mee geholpen? Nou, met het eten een beetje, maar de whisky is echt zijn ding. Ja? Ja, dat is echt, dat is het. Ja. Hebben jullie dat al sinds langere tijd, die whiskyproeverijen bij jullie? Of? Volgens mij wordt dit de derde keer, tweede keer. Oh, ja. Ja. Okay. Ja, dus dat staat nog aan het begin. Oké, okay, nou, ik ga eens vragen wat hij er allemaal mee gaat doen. Dankjewel. Andries, vertel eens, whisky. Ja, we hebben sinds 2014 november hebben we de whiskyclub De Vier Seizoenen. En doen we in samenwerking met de schenkerij. En we hebben vandaag een mooi primeurtje, is net een maand uitgekomen. De Glenmorangie, de Peter. En dat geeft een beetje de rooksmaak. Geeft het, kun je het heel goed combineren met vlees en met visgerechten. Moet even een keer om de sperrips draaien, hoor. En Andries, hoe ben je erbij gekomen om nu ook whisky toe te voegen aan jouw assortiment? Nou ja, whisky wat steeds een grotere hype, ook met eten. Want we hebben ook, het is ook leuk iets wat de schenkerij heeft. Je hebt allemaal van die kleine flesjes en dan kun je met een verstuivertje. En dan kun je net als het vlees is afgebakken, dan spuit je hem nog even af. Nou, dat is een leuk verjaardagscadeau, bij de way. Want ik heb hem ook gekregen en zodoende ben ik ook een beetje, maar het is gewoon hartstikke leuk. Nee, en wat vind je van Hardenberg Proeft? Nou, dat is gewoon een weekend lekker proeven. Het is gewoon hartstikke leuk. Als ik zie hoe wij 6 jaar geleden zijn begonnen en wat we er nou hebben staan. Elk jaar probeer toch weer de puntjes op de i te zetten en weer beter doen dan vorig jaar. Nou, ik vind, en je ziet het op het terrein, het is hartstikke mooi. En de samenhorigheid met de horeca onderling is gewoon goed. Dat is zeker belangrijk. Hallo. Hallo. Van welk restaurant of lunchroom ben jij? Van het restaurant Gebakhuis van het Zwitserborg. Aha. En wat doe je daarvoor? Ja, horeca, restaurant, bedienen en serveren. En wat hebben jullie vandaag op Hardenberg geproefd? Ja, zoals u ziet, we hebben salo. En we hebben prestinis met tomatenchutney en we hebben roulet van salm met rivierkreeft en komkommersliedjes. Het ziet er wel fantastisch lekker uit. Ja, dankjewel. Ja. Hebben jullie het allemaal samen gemaakt? Ja, wij staan hier ook namens het Klepperus in Hardenberg en in overleg hebben we alles gewoon een gerechtje samen bedacht. Ja. Oh, en hoe vinden jullie dat om hier nou vandaag te staan? Ja, leuk. Ja, ja? Ja, het is heel leuk. Ja. Ja? En zal het druk worden? Hoop het. Hoop dat er veel mensen op afkomen. Dus ik heb de bekenden allemaal bekend gemaakt. Dus ik hoop dat er heel veel langs komen. Ja. Restaurant ben jij? Wij zijn van Lunchroom de Koffiepot. Oké, okay, en wat doe jij daar? Ik ben daar chef-kok. Aha. En waarom sta je hier vandaag op Hardenberg geproefd? Nou, een beetje je broodjes te promoten, hè, en de lekkernijen. Zeg maar de kwaliteit van de koffiepot, zeg maar, een beetje naar voren brengen. Wat voor soort restaurant is dat? We zijn echt een lunchroom. Koffie en de lunch, dat zijn bij ons, zeg maar. Daar gaan we vanuit, zeg maar. Ja. En wat heb jij hier vandaag op het menu staan? Wij hebben vikingbrood en daar hebben we huisgemaakt pastrami hebben we erop met mayonaise van zongedroogde tomaat. En wat zit er in pastrami? Dat is rundvlees en dat hebben we zelf gemarineerd in aceto balsamico azijn. En op lage temperatuur gegaard en daar hebben we sandwich van gemaakt. En hoe kom je op dat idee? Ja, hoe kom je op het idee? Ja, je probeert eens wat en een beetje testen. En je zoekt bepaalde smaken bij elkaar en dan brengt het tot een broodje. Ja. Ja. En hoe heb je er zo mee naartoe gekomen om hier vandaag te staan met al je collega's? Nou, vorig jaar hebben wij voor het eerst meegedaan en dat is ons eigenlijk zo goed bevallen. Het was erg gezellig en goed bezocht. En het is gewoon een mooie manier om je lunchroom op de kaart te zetten. Mm-hmm. En merk je daarna ook dat je meer aanloop hebt?
Ja, nou, we hebben geen klagen. We zijn hartstikke druk. Dus ja, nee. We hebben er wel baat bij, inderdaad. Hallo, met wie heb ik het genoegen? Met John van Over. Hi John. Hallo. Jij bent van? Wijngaard de Lutteres. Wijngaard de Lutteres. Wordt er veel wijn gemaakt in Lutte? Nou, we doen ons best. We zitten ongeveer op een 4000 liter per jaar. Dat is toch aardig wat? Is het een goede zomer geweest? Redelijk. De zomer was op zich best wel mooi. Alleen we zijn een beetje laat van het jaar. Ja. Nou sta je hier op Hardenberg Proeft. En wat kun je hier laten zien aan de bezoekers? Nou, wij gaan hier de mensen laten proeven. De rode barriekwijn en een droge witte wijn. Die mooi bij de gerechten eigenlijk passen. Ja, en vertel er eens iets meer over. Nou, de barriekwijn dat is wijn die is gemaakt van twee verschillende rassen. Regent en een Cabernet Sauvignon. Mm-hmm. Die we hebben staan. Die heeft nog een jaar op barriek afgerijpt. Dus hij heeft eigenlijk 2 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk in de fles kwam. Mm-hmm. En de witte wijn die is van de Johanniter. Dat is een beetje een rieslingachtige druif. Mm-hmm. Gezegd, mooi droog. Een beetje wat zachtere rode of droge wijn. Als nou mensen jouw wijngaard willen komen bezoeken, kan dat? Jawel, dat kan. Vertel eens, waar is de Lutteres gelegen? De Lutteres is gelegen aan de Kieselweg in Lutten, vlakbij het attractiepark Slagharen. Naast Dirk. Hallo Dirk. Hi. Dirk, waar ben jij van? Ik ben van de Rusticana. De Rusticana, wat is dat? Een Italiaans restaurant hier in Hardenberg. En waarom staan jullie vandaag op Hardenberg Proeft? Om onze producten te laten proeven aan Hardenberg. En vertel eens, wat heb je te proeven? Nou ja, hier zijn enkele voorgerechten van ons. Dit is bekend als antipasto La Rusticana. En het is een salami, pikante salami is dat. Een kaas, dat is pecorino en stokbrood en meloen. En dat is in Italië een soort van traditie om dat te eten voor het hoofdgerecht. Mm-hmm. En wie is jouw collega? Dat is Antonio. Ja. Hallo Antonio. Ik ben Antonio, ja. Ik ben de chef kok van La Rusticana. Ja. Het is een traditionele lekker eten van Italië. Ja. Zeker. En wat is nou jouw voorkeur als je dat hier zo hebt gepresenteerd? Ja, deze is spezzatino. Ja. Is vlees met aardappel. En deze is insalata di riso. Deze is warm eten en deze is koud eten. Ja, ja. Ja. En vind je het leuk om in Nederland in zo'n keuken, Italiaans keuken? Ja, ja, zeker. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, ik wens jullie heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Oké, tot ziens. Van Race al Run. Dat loopt op de oevers van de race. En het bijzondere daaraan is dat die beesten hebben een heel goed leven natuurlijk. Ik sta hier naast Frank van Docks. Hallo Frank. Hallo. Hoe is het met jullie daar aan het water? Ja, goed hè. Ja? Loopt mooi door. Ja, absoluut. Ja? Oké. Okay. En waarom sta je vandaag op Hardenberg Proeft? Daar staan we altijd ieder jaar gewoon een beetje te promoten. Toch Hardenberg met z'n allen. Ja, hoort. En wat promoot je vandaag van jullie? Ik heb hier de cicade. Ja? Met een chips van zoete aardappel en een crème van knolselderij. Ja. En een soepje van bloemkool met gerookte zalm en wat bieslook. En een terrien van eendenbout met gewelde pruimen en uitgebakken spek. Ja.
staan hier naast Jaap Ista van de Bokkenpruik. Een van de mooiste en de beste restaurants in Hardenberg. Is het niet zo? Ik hoop het, ja. Zeker. Hoe lang zitten jullie al in Hardenberg? Bijna 25 jaar. Het is al een hele tijd. Ja, precies. En jullie doen volgens mij ook vanaf het begin af aan al mee aan Hardenberg Proeft. Ook, doen we ook zeker. Ja. Ja. En heb je nou ook het gevoel dat je daarna meer aanloop hebt? Nou, misschien niet daarom, maar het is gewoon een gezellige dag waar we kunnen laten zien wat we doen. Ja. En wat voor speciaals hebben jullie vandaag hier staan? We beginnen met gemarineerde zalm met appel, komkommer en wasabi. We hebben een cheesecake staan als een soort van toetje met verse vijgenkompot. Ja, wat wordt hier nu gebakken? Dat is een coquille, dat is die mooie shellschelpen die je tegenkomt overal. Van die grote, die als asbak worden gebruikt en zo. Maar daar groeit een geweldig beestje in. Dat is een van de lekkerste dingen uit de zee volgens mij. Die worden even kort gebakken. Nou, dan zitten we nog een beetje te zoeken hoe dat werkt met de apparatuur hier. Want het is natuurlijk iets anders dan bij jullie in het restaurant. Dat wordt ongeveer 5 keer zo heet. Ja. Maar die gaat samen met de paksoi en een lekker sausje. Als je dat alleen al ruikt straks, dat is heerlijk. Ja, dat is gewoon goed. Heeft bijna niks nodig. Hè? Dit is heel, heel snel gaar. Mag ook niet echt gaar worden, laat ik zo zeggen. En hoe weet je nou hoeveel mensen je vandaag ongeveer hier verwacht? Vooral zaterdag is echt een grote gok. Ik weet dat morgen heel veel mensen al gezegd hebben dat ze dat hier gaan komen. Maar dan zul je ook zien dat de mensen veel gerichter hier komen. Nu komen er ook veel mensen die gewoon aan het winkelen zijn. Komen even langslopen en sommigen nemen wat, anderen niet. Ja, het is toch eigenlijk ook best wel bijzonder dat nu zo'n evenement op zondag hier plaatsvindt. Ja, ik vind het heel gezellig. Want heel veel mensen vinden zondag toch ook een dag om. De laatste gedeelte van de zondag is prima om door te komen door hier een glaasje wijn te drinken. Ja. En dan s'avonds weer ook nog keurig op tijd thuis te zijn. Ja. En dan heb je een lekkere middag gehad. Met Peter, Peter Bogert. Peter, van welke organisatie ben je? Ik ben van Limburgia. En ik kan u vertellen dat Limburgia vanaf vandaag ook een nieuwe naam heeft. Dat is De Smakerij. We hebben een primeur. Een primeur, zeker. Absoluut, ja. En wat doet De Smakerij? De Smakerij verkoopt nog steeds de welbekende vlaaien en taarten van Limburgia. Maar we hebben het assortiment uitgebreid met thee en koffie, chocolade en bonbons. Aha. Dus het winkelassortiment is uitgebreid op dat gebied. En ook cadeaupakketjes op gebied van chocolade, thee en koffie. Klinkt allemaal erg goed. Wat heb je hier vandaag op het menu staan? Nou, op het menu staan hebben we om de chocolade te promoten, de chocoladefondue. Want in de winkel kan ook de chocoladefondue gedaan worden. Of een high tea. Dus om dat te promoten hebben we chocoladefondue. En op het menu hebben we onze heerlijke warme dranken. Cappuccino bijvoorbeeld met een lekkere taartpunt, cheesecake of carrotcake. Ja. Vertellen wat dit zijn waar je hier nu bij staat? Ja, dit is de Hardenbergse verleiding. Dat is onze verleiding van Hardenberg. Het is een suikerbroodje gevuld met Zwitserse room en poedersuiker zit er overheen. Dus ja, echt voor de zoetig liefhebber is het echt een aanrader. Weet je wat, doe er mij maar 16 een zakje. 16 gaan we doen. Ja, super, dank u. Ik sta naast Wilbert van de Gloepen, geloof ik. Ja, hotelboerderij Restaurant de Gloepen uit Diffelen. En wij hebben vanaf vorig jaar 1 juni, zeg maar, zijn we geopend met het hotel. En daar hebben we 18 kamers. En vandaag staan we hier ook met ons restaurant te promoten. En waarom sta je op Hardenberg Proeft? En volgens mij vanaf het begin af aan al, of niet? Ja, Hardenberg Proeft staan we nu ook 6 jaar. Vanaf dag 1 is het een succes, ook voor ons. We doen heel veel, zeg maar...
Dit keer hebben we stampotjes, we hebben een zalm, we hebben een rolootje van eend. Dus elke keer hebben we weer wat anders en we promoten eigenlijk het restaurant natuurlijk. Ja, ja. En dat gaat echt altijd heel erg goed, want de mensen komen natuurlijk ook na die tijd lekker eten. En, ja. Dus het werkt echt? Ja, het werkt echt. Voor ons wel. En kun je me nog iets vertellen over jullie restaurant? Het ligt daar in Gloepen. Wat is het voor soort restaurant? En vertel eens iets over het pand. Het is een Saksische boerderij natuurlijk. Wij hebben het bedrijf zeg maar 9 jaar. We hebben het helemaal opnieuw opgezet. Het is een beetje Frans-Nederlandse keuken. Maar natuurlijk ook hebben we dit jaar gekozen om weer de pannenkoeken en zo allemaal op de kaart te zetten. Dus we hebben een uitgebreide pannenkoekenkaart, de high tea, stampotten, ja, en natuurlijk de bruiloftenpartijen. Mm-hmm. Etcetera. Ik kan niet anders zeggen dat het een van de mooiste locaties is in Harderberg. Ja. Wilbert, reuze bedankt. Ja, dankjewel. Dames en heren, dit was Harderberg Proeft 2015. Volgend jaar komen we hier natuurlijk weer, want het is hier zo gezellig. En je krijgt zulke heerlijke hapjes voorgeschoteld. Wij gaan er nog even van genieten. Tot de volgende keer.